We zijn vandaag in Ede op het standwerkersconcours tijdens de Heideweek. We zijn hier met een 20, 25 collega's om te laten zien wat we allemaal in huis hebben als product. Bel me dan, dan kom ik bij jullie thuis, poets ik de hele auto en we hebben de kunst op kozijn ook. Ja, ik verkoop autopoets. En het is aardig druk bij je stand, hoe komt dat? Ja, ik denk dat ik gewoon een goed product heb. Ja, en het is gewoon natuurlijk, je moet ook de mensen aanspreken. Je moet ze aantrekken als het ware. Er zijn denk ik weinig mensen hier vandaag in Ede opgestaan en zeggen van, nou, vandaag ga ik een fles autopoets kopen. Dus het is een impulsaankoop. Je moet ze erbij trekken. En het mooie is, ik kan het allemaal rechtstreeks laten zien op de auto. Dus de mensen kunnen ook controleren dat het werkt. Ja, daar heb ik. En daar blijf ik ook slapen, hè. Maar ik mag niet rijden met drank op. Nee, ja, ik moet gewoon eerlijk zeggen, in eerste instantie ben ik hier voor mijn boterham. Om gewoon een zakcentje te verdienen. En natuurlijk om de mensen blij te kunnen maken met een fles goede poets. Maar ik moet zeker zeggen dat standwerkersconcours, alles wat er omheen zit, spreekt me ook echt ontzettend aan. Het is wel, het is ook een soort motivatie. Het houdt je oog scherp. Dus je zegt van, nou, vandaag gaan we eens even extra goed ons best doen. Want er zijn mensen die er verstand van hebben, die met ons meekijken. En dan wil je natuurlijk ook iets laten zien van wat je kan en van wat je allemaal kan presteren, ook voor een groter publiek. En dan is die concours is wel leuk, want het is ook een opbouw naar het Nederlands kampioenschap. Ik moet u wat leren. Nou, leren is op zich niet zo heel moeilijk, zeg ik altijd. Maar afleren is eigenlijk verschrikkelijk moeilijk. Als je ziet hoe de mensen er vandaag bij lopen, ze lopen allemaal een beetje, ze lopen niet 10 km per uur, laat ik het zo zeggen, door de hitte. Het is bijna 30 graden vandaag, dus dan zijn de mensen wat trager dan normaal. Dus ja, dan moet je de mensen ook een beetje zo behandelen. Kijk, het is ontzettend warm en ik heb respect voor al die mensen die hier door die straat heen lopen. Want als ik nu vrij was geweest, dan hadden ze mij echt niet over de markt heen gekregen. Ik kom hier al 15 jaar in Ede met de pannen. Daarvoor kwam ik weer met een ander product. Maar met de pannen kom ik al 15 jaar in Ede. En dat is eigenlijk altijd geweldig om hier te zijn. Ja, wat maakt het zo geweldig? Nou, het publiek is heel, heel toegankelijk. Laat ik het zo zeggen. Het publiek wat je aanspreekt, dat loopt niet direct weg. En het publiek zegt ook niet gauw van, ja, maar dat moet ik allemaal niet. Ik mag hier graag komen omdat ik, ik weet het niet. Een hoop vaste klanten, die verwachten gewoon dat ik hier ben. Als ik hier niet zou zijn, zeggen ze altijd van ja, als er een standwerkersconcours is, dan hoor jij dit te wezen. Wat mijn poets doet, is dit geen krijt in. Dus deze slaat niet meer. En nou, je eigen auto mee? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb vandaag die van mijn schoonvader mee. Ja. Elke dag een ander. Ja, dat op zich de hele familie is heel blij met je waarschijnlijk. Ja, nee, wat dat betreft, ik poets zeker ook wel eens auto's. Mag het graag verkopen. Maar ik vind het ook echt niet erg om af en toe een auto te poetsen. Nou, nu ik dan de auto gepoetst heb van mijn schoonvader, hoop ik dat ik, als ik een keer iets heel belangrijks van hem nodig heb, dan heb ik in elk geval vandaag een goede beurt gemaakt. Goede poetsbeurt.